In wat voor auto's rijden Turken, Marokkanen, Eritreërs en andere bevolkingsgroepen? Zijn het dure auto's als Mercedes, BMW, Ferrari of zijn het goedkopere auto's als Hyundai, Suzuki, Toyota? Het wordt tijd dat ik het onder de loep ga nemen. Lopen jullie mee? Meneer Smit, u bent autoverkoper? Ja, wij verkopen hier auto's, ja. En het zijn geen normale auto's, zie ik? Nou, we zitten in het wat hogere segment. En welke auto wordt het meest verkocht onder de niet-Nederlandse bevolkingsgroepen? Is dat deze Ferrari misschien? Ik denk dat BMW en Mercedes erg populaire auto's zijn. Bij allochtonen, misschien genaturaliseerde Nederlanders, maar ja. Waar rij je veel Marokkanen in Nederland? Typisch Marokkaans auto. Mercedes. Jetta, dat is alles. Oh, ik hoor Jetta. Ja. Dat is Volkswagen Jetta, oh, reeds. Ja, Volkswagen Jetta, ja. En wat voor auto's rij je Egyptenaren? Altijd de Egyptenaren rij voor Mercedes. Marokkanen volgens mij BMW, Mercedes. BMW, Mercedes? Ja. En Turken? Turken, ik denk ook Mercedes, ik denk het. Mercedes en BMW. Wie rijdt er meer in de Mercedes, Turk of Marokkanen? Ik denk Turken. Turken? Ja. En waarom is dat zo? Dat weet ik niet. Behalve die ster? Behalve die ster is de snelheid, denk ik. Is de snelheid? En stoer, weet je? Stoer. Stuur. Stoer. Welke auto past bij mij? Ja. Mooie Mercedes, mooie BMW. Ja. Ja. Ik zat eigenlijk te denken aan een mooie Audi. Ik weet niet of je er wel in past, maar... Ja, ik zoek een zuinigere auto. Zuiniger? Is deze zuinig voor mij? Nou, die is niet echt zuinig. Het is een beetje meer sportiever van Audi. Kent u ook mensen die Ferraris hebben? Ik ken heel veel mensen die Ferraris hebben, alleen geen Turken, geen Marokkanen. Ik vind het jou wel goed staan, ja. En het de zou kleur wel kunnen, is als de zon lekker schijnt. Cabriootje. Ja. En past deze goed bij mijn huidskleur? Deze kleur van de lak is goed, je kan het goed hebben. Ik heb vertrouwen in die Japanse auto, daarom rijd ik met de Japanse auto. Waar rijden de meeste Chinezen in? Mercedes. Allemaal Mercedes? Ja. Zijn ze zo rijk? Ja, ze zijn rijk, ja. Marokkanen? Mercedes. Turken? Mercedes. Surinamers? Geen. Ja, lopend? Gaan ze lopen? Ja, fiets. Wat rijden Surinamers voor auto? Voor auto's, voor alle soorten auto's, maar meestal Toyota. Ja, in Suriname dan. Ja. Even kijken of het past. Transactie hier voltooien? Ja, ik zou het proberen in ieder geval. Ik krijg geen akkoord met deze transactie. Hij geeft een foutmelding. Oh, shit. Ja. Ik denk dat mijn loon niet gestort is. Dus is het goed als ik over 50 jaar terugkom? Ja hoor, geen probleem. Ja.